Nederland levert eieren aan de lopende band in alle maten en soorten. Die eieren zijn voor het grootste deel bestemd voor de export. Maar de Nederlander weet er ook weg mee. Per jaar worden er namelijk per hoofd der bevolking 160 soldaat gemaakt. En niet alleen met Pasen. We kunnen dan ook aannemen dat alle leden van het eierbedrijf, van kip tot inpakster, onder hoogspanning werken om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Dit jaar werd een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het Nederlandse ei met een uitvoer van 2 miljard. De export van dit 2 miljardste ei werd gevierd. Zelfs de persfotografen legden een roerende belangstelling ervoor aan de dag. Het ei kwam zo van de kip terecht bij een exporteur in Varsseveld die er geweldig trots op was. De producenten van het 2 miljardste ei werd op waardige wijze gehuldigd. Per doos werd het bewuste ei vervoerd naar West-Duitsland dat 80% van onze exporteieren afneemt. De uitvoer van eieren legt Nederland geen windeieren.